Chapeau Ilias voor jouw eerste helft, want laten we eerlijk zijn, dat was van grote klasse. En ook nog eens, laten we dat benadrukken, ook tijdens de Ramadan. Heel erg knap. Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk, maar ik mocht al 1 uur voor de wedstrijd mocht ik al eten en drinken. Heb ik daar een beetje suikers opgenomen. Ze hebben heel sterk aan de eerste helft begonnen als team. Zoals gezegd was het ook 2-0. We zijn met een heel harde mentaliteit op het veld gestapt en ja, spijt van het gelijkspel natuurlijk. Wat blijft bij jou het meest hangen na deze wedstrijd? Ja, ik denk gewoon een teleurstellend gevoel. Ik denk dat er vandaag voor Dordrecht veel meer in zat. We hebben een heel mooie kans gehad. Spijt dat de derde er niet in wou. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Dan moeten we gewoon terug focussen op vrijdag. Het is eigenlijk ook wel krankzinnig dat jullie bij ADO Den Haag zo goed partij kunnen bieden. Het is toch ongelooflijk? Ja, ik denk dat we dit jaar een heel goed team hebben. Ik heb gehoord dat het de laatste jaar niet zo heel goed was. Ik ben blij dat we deze hebben kunnen herpakken. We spelen natuurlijk ook voor onze fans die ons voor de wedstrijd heel hard hebben aangemoet met vuurwerk en fakkels. Dat heeft ons een heel goed gevoel gegeven. Dus speciaal voor hun ook deze. Maar FC Dordrecht laat eigenlijk wel een overwinning liggen. Hoe leeft dat in de groep na deze wedstrijd tegen ADO? Ja, de rest in de kleedkamer was heel teleurstellend. We voelden gewoon allemaal dat er hier veel meer in zat. We konden vandaag een hele mooie zaak doen. Ik denk natuurlijk dat een gelijkspel ook niet heel slecht is. Het is nog steeds ADO Den Haag in hun huis. Dus een gelijkspel is wel meer dan verdiend. Wat zegt dit over FC Dordrecht volgens jou? Ja, ik denk gewoon heel mooi. We presteren al wekenlang heel mooi met mooi voetbal. Deze lijn proberen wij gewoon elke week door te trekken en dat doen we tot het einde van het seizoen. Je bent natuurlijk ook gehuurd van Feyenoord. Hoe verloopt het contact tussen jou en de club? Ja, er is natuurlijk heel veel contact. Ik word bijna dagelijks gebeld hoe het gaat, hoe ik me voel. Ik ben natuurlijk inderdaad van hun, dus het is wel hun plicht om mij te laten weten hoe ik me voel. Maar het gaat gewoon heel goed, maar ik ben nu bij Dordrecht. Ik focus me hier gewoon en dan zie ik in de zomer wat er gebeurt. Waarin draagt FC Dordrecht bij aan jouw ontwikkeling als voetballer? Hoe ziet dat eruit? Kan je dat opnoemen? Ja, ik had gewoon laatste jaar een heel moeilijk seizoen. Ik ben hier gekomen voor extra speelminuten. Ik krijg heel veel vertrouwen van de coach. Ik speelde bijna altijd 90 minuten. Ik doe hier mijn ding. Voor mij is dat gewoon het belangrijkste als speler, als jonge speler om speelminuten te hebben. En die krijg ik hier. Dus ik ben heel blij dat ik hier ben gestald. En wat zijn jouw perspectieven voor het komende seizoen bij Feyenoord of wellicht ergens anders? Hoe ziet dat eruit? Ja, zoals ik al zei, ik ben nu gewoon bij Dordrecht. Ik kom eerst hier focussen. Ik denk dat we stiekem al mogen dromen van een beetje de play-offs. Die willen wij zeker wel behalen. Daar wil ik gewoon extra hard mijn best doen. En dan zie ik in de zomer wel dat ik met Feyenoord toe. Daar gaan we nog een heel goed gesprek over hebben. Want over FC Dordrecht gesproken, het is toch echt krankzinnig dat jullie gewoon naar verwachting zo lang nog mee gaan doen om die promotie. Het is toch eigenlijk niet te geloven? Ja, het is gewoon heel mooi natuurlijk voor ons. Iedereen doet hartstikke zijn best elke wedstrijd. Ik denk dat we dit ook gewoon heel puur verdienen. We willen het gewoon tot het einde van het seizoen vasthouden en daar gaan we zeker alles aan doen. Hoe zie jij de promotiekansen rechtstreeks, hetzij via na-competitie? Ja, zoals ik al zei, we blijven gewoon elke wedstrijd, wedstrijd per wedstrijd bekijken. Promotie is natuurlijk een heel mooie droom, daar gaan we natuurlijk voor. Maar zoals ik al zei, onze doelstelling in het begin was al om gewoon de promos te halen. Daar zijn we bijna zeker van, mag ik zeggen. En dan zullen we zien op het einde wat er gebeurt. Als ik mensen rondom FC Dordrecht spreek, rondom die promotiestrijd, dan zeggen ze ja, de druk ligt vooral bij andere ploegen. Hoe ervaren jullie dat als spelersgroep? Ja, ik denk dat we daar niet op letten. Ik denk dat we gewoon dit jaar een hele mooie groep hebben. Iedereen doet zijn best. We willen die promoties gewoon halen. Daar gaan we ook alles aan doen. Ik denk dat het met deze groep zeker haalbaar is. Dus het is gewoon nu blijven gaan week op week.